Hey, hallo en welkom jongens. We zijn vandaag op een hele bijzondere plek. Ik zag namelijk dat er een YouTuber op deze wereld was genaamd Makkus, die altijd maar bedwars speelt en mij altijd maar uitdaagt in zijn video's en zo. Dus ik dacht, weet je, vandaag gaan we hem even kleppen. Dus welkom bij de video. Hier even een kleine flashback van zijn laatste video waarin hij alleen maar heeft verloren. Hier op met een hielpool op mijn eiland. Ik zou wel fijn moeten zijn, toch? Nee, nee, nee! We hebben verloren! Oh mijn god. Oh mijn god, wat was hij sterk? Oh, hij is dood, oké. Oh, wat doe ik? Wat doe ik? Wat doe ik? Nou jongens, dat is toch slecht? Je ziet het, hij heeft gewoon twee keer verloren. Dus ik dacht, weet je, ik ga hem vandaag even een lesje leren. En ik ga hem vandaag uitleggen hoe je wel een potje bedwars kan winnen, weet je. En ik heb zijn tactiek een beetje gezien, wat je allemaal moet doen. En ik kan nou niet echt zeggen dat ik het een goede tactiek vind. Hij is nou niet echt een goede bedwars speler. Ik bedoel, het zag er zelfs allemaal een beetje beroerd en slecht uit. Dus vandaag inderdaad, nogmaals, gaan we even een lesje leren. Kijk, het roze bed is gelijk al gezien. Wat zijn we aan het doen? Groen? Hallo? Groen, wat zijn we aan het doen? Dat rijmt, maar ik weet niet of ik dit zo leuk vind, groen. Ik wilde eerst eigenlijk even naar diamond toe. Maar nu is het denk ik gewoon tijd om... Oh, ik heb je al door, jongeman. Ik heb je wel door. Jij wil gewoon mijn vieze, gore bedje wil jij slopen, hè? Nee, dat mag niet. Dat is mijn pisnest. Dat is mijn gore pisnest, jongeman. Nee, stop er nou. Stop er nou. We gaan geen hoge toren bouwen. Hou op. Ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk. Waar ga je heen? Weet je wat het ding is? Je kan dat wel doen, maar op een gegeven moment krijg je fall damage. En dan, ja, dan ben je de klos. Kijk, dit. Dus je mag op zich wel wat doen, tenzij je water hebt of zo. Ik weet niet of je dat hebt, maar anders denk je heel veel succes. Gaat het hem nou nog lukken ook? Nee, toch? Gaat het hem nou nog lukken? Ga weg! Laat me met rust! Pak hem maar. Oh, je bent aan het healen, ik snap hem al. Je bent aan het healen. Zeg niet dat je ook omhoog gaat bouwen. Het blauwe bed is kapot. Nee, ik ben... Oh, hij is dood. Fall damage. Nou, top. Oké, jongens. Nu is het snel het moment om te hergroeperen. Wat wij gaan doen, is wij gaan craften. Een schaartje, een pickaxe en een axe. En heel veel nieuwe blokken. En dan is dit het moment om snel zijn kant op te gaan, voordat hij weer bij mij is. Dit is mijn moment om te shinen. Dit is mijn prachtige moment om even snel te shinen, jongens. Ik moet opschieten. Zoveel tijd is er niet in de wereld. We hebben niet alle tijd van de wereld. Let op. We moeten heel snel zijn. Zo snel als ik kan. Dit is namelijk hoe je bedwars wint. Dit is hoe je bedwars wint, jongens. Niet hoe Makkus het doet. Niet hoe een andere YouTuber het doet. Dit is de manier waarop je het wint. Dit is de manier waarop je vecht. Ah! Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Oh, 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 oh. Ik ben dood. Weet je, maakt niet uit. Zijn bed is stuk. Mijn bed leeft nog. Alles is nog eventjes rustig, jongens. We hebben nog even de tijd. We hebben nog even de tijd om weer op adem te komen. Ik heb hout gekocht. Waarom heb ik hout gekocht? Wat is het nou voor dom iets? Jullie doen een beetje hout eroverheen. Ik heb helemaal geen zin in hout. Hier. Oh, welk bed is stuk? Welk bed is stuk? Hij komt eraan. Hij komt eraan. Hij komt eraan, jongens. Dit is waarvoor we getraind zijn. Dit is waarvoor we getraind zijn. Dit is waarom wij beter zijn dan Makkus. Dit is waarom wij beter zijn dan Makkus. Wij zijn Walnut. Jeumig, jongeman. Jeumig, jongeman. Oh, nee, 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 nee. Ja! Kijk, allemaal koekjes die de lucht in vliegen. Lekker. Dat is even mij. Oké. Oh, maar deze. Wat was dit even eng. We hebben het gevecht gewonnen. We kunnen weer een dagje verder leven, jongens. We live to fight another day. Wat gaan we doen met het geld en met de weet ik voor wat we allemaal hebben gekregen? We moeten diamonds halen. We moeten echt eventjes een keertje diamonds hebben. Dat hebben we gewoon nog niet gehaald. En zover ik weet, in bedwars, jongens, doen mensen heel vaak diamonds regelen. Maar jullie weten het, jongens. Als ik dit potje win, ben ik definitief beter dan Makkus. Dan is Walnut voor altijd beter dan Makkus. Dan moet je hashtag team Walnut in de reacties doen. Ik bedoel, je mag best abonneren op Makkus zijn YouTube kanaal. Doe je dingen en zo. Hé, hey, Aqua leeft nog. Maar niet voor lang. I mean, we kunnen niet gewoon nu naar Aqua zijn eiland toe zeggen, hey, yo, yo, ladio, zo. Het bed van Aqua is dood. Is dat niet gewoon een positief iets om te doen? Zo, denk ik. Hoeveel diamonds hebben we? 4. Kijk, dat is ook goed. Hier hebben we er zelfs 5. Kunnen we naar ons eiland toe? Dan kunnen we een beetje enchanten. Dan kunnen we een beetje rustig aan. Gewoon even genieten van het leven en zo, weet je. Hier, kijk, let op. Doen we die even. Doen we healpool. Doen we It's a Trap. En dan doen we ook nog eens een keer... wat doen we? Weet ik niet, nog een keer? Nee, ik heb een diamond. Ik weet niet wat ik ermee kan. Eigenlijk moet ik ook even definitief beter armor hebben. Want we hebben wel echt poep armor. Daarvoor heb ik 12 gold nodig. Dus laten we dan even naar mijn buurmannetje verhuizen. En dan bedoel ik eigenlijk Aqua mee. Is Aqua thuis? Aqua, ben je thuis? Ik weet het niet. Ik heb ook een heel slecht zwaard namelijk. Maar misschien heb jij nog wel wat goud voor mij. Oh, Aqua is al geëlimineerd. Aqua is al letterlijk helemaal gone. Ik dacht, oh, oké. Sneller dan verwacht. Hier doen we haste, doen we. En hebben we... Oh, we hebben 18 diamonds. Ja, kijk, zo. En dan ook nog eens zo. Nou, dit komt beter, kon het niet uitkomen. Doen we zelfs een vuurballetje kopen. Doen we nog wat extra dingetjes kopen.
Jongens, wat een goed rustig leven hebben wij. Wat ontzettend fijn dit. Oké, wie leven er nog? Rood en white. Eentje van white, eentje van rood. En dit is white. Nou oké, is white thuis? Ik weet het niet. Is rood thuis? Weet je, we gaan gewoon op pad. We gaan het risico nemen. Risico van het vak noemen ze dat wel eens. Kijken of wit thuis is. Misschien kunnen we wit wel even elimineren, weet je. Ik bedoel, dan doen we een, gewoon iets voor het goede doel. Wit heeft namelijk al geen bed meer. Dat is een beetje het ding met wit. Maar waar is rood? Rood zit helemaal daar. Gadverdamme. Oh mijn god. Oh. My days, waar kom jij vandaan? Nee! Waar kwam hij vandaan ineens, jongens? Hij stond er wel. Ik schrok me helemaal kapot. Ik schrok me helemaal kapot van die witte guy. Ja, we kunnen wel gelijk gelukkig een zwaardje kopen en dit een beetje upgraden, zoals zo. Hoppakee. En dan gelukkig nog één keer een fireball. Dus zijn we op zich wel weer goed bezig. Maar het was wel even schrikken. Dat moet ik wel zeggen. Het was zeker eventjes schrikken dat die witte nog leefde. En hij was goed in PvP. Oké, we hebben 4. Dan kunnen we mijn zwaard enchanten. Dat is leuk. Dat is leuk, jongens. Het zwaard kan geenchant worden. Het is officieel. Let maar op. 1, 2... Sharp sword, hoppakee. Even tools een beetje upgraden. Mag ook wel gebeuren hier en daar. Bijvoorbeeld gewoon een sterke pickaxe, weet je. Zo. Ik voel me goed. Ik voel me zelfverzekerd. Ik voel me fijn. Ik ben helemaal op mijn plekje. Maar we moeten wel echt even naar rood. Dat is wel echt even een dingetje. Oh, wit komt eraan. Wit komt eraan. Maar we doen alsof we hem niet zien. We doen alsof we hem niet zien. Oh, hebben we hem? Hebben we hem? We hebben hem niet. Nee. Jij bent mijn bed dat zichtbaar aan het maken. Je bent mijn bed zichtbaar aan het maken. Jij vieze, viezerik dat je bent. Kom dan, hè? Stinkwit. Ja, loop maar achter me aan. Doe dat maar, hè. Of ik loop maar achter me aan. Plaats maar TNT. Doe maar tof. Met je golden apple. Hè? Met je golden apple. Doe, kom dan. Kom dan. Hij ziet er wel echt veel te goed uit. Hij ziet er wel echt veel te goed uit. Ik vind het niet leuk, jongens. Ik vind het echt niet leuk. Ik vind het niet leuk. Ik wil het gevecht. Nee! Een rood is er! Een rood is er! Oh, nee! Trap triggered. Oh, nu word ik van beide kanten gepakt. Oh, oké. Auw. Oké, nee, mijn bed is stuk, mijn bed is stuk. Nee, ik ben dood. Het is echt heel verdrietig. Wat een verdrietige situatie. Weet je, laten we nog één potje doen. Weet je wat het is, jongens? Die Makkers die zegt altijd op zijn YouTube-kanaal als intro... Welkom op het kanaal van Makkers, beter dan het kanaal van Wal. Dat vind ik gewoon lullig. Ik bedoel, ik doe zo mijn best. En dan doet hij altijd gewoon mij afkraken op die manier. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je nou zo gewoon je uiten naar een andere YouTuber? Jezus, wat is deze map belachelijk groot. Waar is de diamond? Is dat de diamond? Jesus Christ, ouwe. Waarom is dit zo mega? Wie heeft dit bedacht? Wie dacht, weet je, laten we dit mega maken? En wat ben ik oneven aan het bouwen? Waar is mijn bed? Ik ben echt heel raar aan het doen. Wacht even. Ik snap er zelf ook niet meer van. We zijn grijs, een beetje saaie kleuren, hè? Soms heb je dat wel eens. Soms moet je een saai kleurtje gewoon even... offeren voor jezelf. Laten we sowieso betere armor definitief kopen. En dan met die ene extra dinges. Nou, weet je, skip dat. We gaan gewoon even een tijdelijk stenen zwaardje kopen. Ik denk niet dat we namelijk een ijzeren zwaard nu al nodig hebben. Kunnen we beter eerst sparen voor de armor. Ik ben erachter gekomen dat dat aanzienlijk veel beter is dan een goed zwaardje hebben. Omdat je meestal gewoon geluk moet hebben met hoe vaak je iemand slaat en hoe snel je iemand slaat. Maar laten we op zijn minst in ieder geval het Diamond Island hier claimen. En dan gewoon onze prachtige diamonds terug naar huis brengen. Kom op, doorbouwen. Snel zo. Hoppakee, hoppatee, hoppata. Zeg maar niet dat dit aan het midden vast zit. Nee, toch? Er zit niet dat midden vast. Stop. Oké, dan wachten we nog 10 seconden. Hebben we 4 diamonds. En dan gaan we daarna kijken of we paars even een bezoekje kunnen brengen. Maar dan hebben we die laatste diamond alleen nog even nodig. Hey, jongens, ik vind wel echt dat jullie gewoon heel even... hashtag team Walnut in de chat moeten achterlaten of in de reacties. En gewoon even op mij moeten abonneren. Je mag nogmaals op Makkers abonneren. Ik hou je niet tegen. Ik bedoel, ik ben ook stiekem op hem geabonneerd. Omdat het eigenlijk wel een hele leuke YouTuber is. Weet je? Die Makkers. En wat doen we? Heal pool sowieso. En trap weer. Hoppakee. Kijk, nu hebben we al 11. Nu heb ik nog maar 1 goudje nodig. En die heb ik. Want dan hebben we al gewoon beter armor. Ik weet dat Makkers dit nooit op deze manier zou doen. Oh mijn god, trap trigger. Dat meen je. Dat meen je. Wat ben ik blij. Nee. Nee. Heb jij... Jezus, jij mijn god. Wat is dat gebeurd? Wat gebeurde? Die krijg je alle kanten op. Oké, we zijn nog een potje aangekomen. Het is dezelfde map als het eerste potje die we speelden. Maar deze keer hebben we hoop dat we niet door een of andere guy heel snel ineens gekild worden. Ik weet niet wat er gebeurde, jongens. Maar hij ging snel. Hij stuiterde als een stuiterbal om me heen. En hij pakte alles wat hij kon pakken, joh. Elke klap was raak. Ik maakte geen schijn van kans. Ik weet niet wat dat was, maar damn. Wow, wat was hij snel. Wat was hij snel in slaan. Top, dit is helemaal goed. We hebben weer de spulletjes. Gaan we dezelfde tactiek als net doen. De goud een beetje bewaren en wat meer blokken gebruiken om te hakken. Bed destruction, rood is nu al stuk. Jezus, wat is iemand snel, hé. Zo, dan gaan we sowieso even sneller betere armor doen. Bewaren we het steen nog even, of het ijzer voor de volgende. Geel is die kant op aan het gaan, dus die is druk met iets anders bezig. Mijn buurman daar, die ziet het ook allemaal nog even niet zitten, denk ik. Dus het komt wel goed.
Het groen is stuk, maar dat maakt niet uit. Dat zijn wij toch niet. Kijk, geel is druk met groen. Oh, vandaar. Vandaar, vandaar. Weet je, dan kunnen wij stiekem snel richting geel gaan. Als geel dit gevecht overleeft, kunnen we geel pakken. Maar dan moet geel niet nu doodgaan. Mag ik niet in de chat zien, geel is doodgegaan. Oh, geel heeft iemand doodgemaakt. Oké. Oké. Heeft geel door dat ik naar hem toe bouw? Heeft geel door dat ik naar hem toe bouw? Ik denk het niet, hè? Ik denk niet. Deze sprong kunnen we halen. Oké, dan hebben we geel in ieder geval kapot. Dat is mooi. Gaan we ook gelijk proberen geel te pakken. Ik bedoel, als we die dan toch hebben. Ik bedoel, ik heb niet echt de beste loot om geel te pakken. Maar we kunnen het op zijn minst mijn best doen. Wacht, is blauw naar mij aan het bouwen? Nee. Oh, blauw is dood. Oh, ik schrok al. Oké, is dit iets goeds om te doen nu? Is dit veilig om te doen? Ik weet het niet. Oh jee. Oh jee. Kijk jongens, let op. Kijk. Hij heeft niet door dat we achter hem zitten. Hij heeft wel door dat we achter hem... Jemig! Oh, maar deze... Hallo! Oeh, kom. Nee, je bent veel beter dan ik in PvP. Wat stom. Oh, meneer! Wat zijn we aan het doen? Ik heb helemaal geen blokken. Ik heb helemaal niks. Laat me met rust. Ik spawn net. Ik ben letterlijk net gespawnd. Au. Ah, dit vind ik heel jammer. Dit vind ik nou echt heel jammer. Dat ik dit gevecht dan... Oh, het gevecht kan ik nog wel winnen. Oké. Oh, mijn god. Echt maar net aan. Oké, maar nu wordt het leven even een stukje enger. Nu wordt het leven toch even een heel stukje enger, jongens. Laten we toch maar even een beter zwaardje nemen. Even wat blokken. Ja, nu moeten we maar full rook gaan. Ik bedoel, doodgaan is geen optie meer. Nu ga ik wel gechased worden waarschijnlijk. Dat is wel een dingetje. Ah, geel komt eraan. Dit vind ik echt heel vies. Dit vind ik echt niet leuk. Hier heb ik echt geen zin in. Laat me met rust. Ik wil alleen... Ik wil... Nee. Hier heb ik toch helemaal geen zin in. Oh, mijn god. Reinforced armor. Prima. Ik had beter een heal pool nog even... Ah, daar ben ik te laat mee. Oh, mijn god, jongens. Oké, jongens, ik heb zo'n gevoel dat dit echt het potje gaat zijn. Nee, dezelfde map. Nee. Waarom nou weer? Hoe saai is dat? Als we alleen maar dezelfde map spelen. Ik wil ook andere maps spelen, jongens. Kom op nou. Hoezo dit nou weer? Wat is dit nou weer voor iets stoms? Dat we telkens deze map spelen. Zo, nou, dan gaan we eerst weer even hetzelfde... Jezus, het is allemaal hetzelfde dit. Groen, ga weg. Alsjeblieft, groen, ga alsjeblieft weg. Ik heb hier nooit om gevraagd. Oké, kijk. Let op. Ik... Volgend potje. Oké, dit gaat mijn potje zijn, jongens. We zitten ineens in een hele compleet andere map. Deze heb ik nog nooit in mijn leven gespeeld. Maar ja, daarentegen speel ik ook niet heel vaak Bed Wars natuurlijk. Maar ik heb zo'n gevoel dat dit hem gaat zijn. Oh, maar wat is dit traag. Ik zie het nu al. Wat is dit traag. Oh my days. Wat doen we? Zullen we gewoon de tactiek doen die ik net van de buurman kreeg? Want net waren we ook geel hier. We gaan dezelfde tactiek doen die de buurman net bij mij deed. Gewoon naar hem toe bouwen heel snel. Voordat het potje überhaupt begonnen is voor je gevoel, weet je. En dan ben je al dood. Dat werkte net. Dat werkte blijkbaar. Oh, hij heeft het door. Hallo. Oh mijn god, hij heeft het door. En ik heb geen blokken meer. Ik heb mijn eigen graf gegraven, denk ik. Ik heb denk ik echt mijn eigen graf gegraven. Oh. Nee. Ja, we hebben elkaar. Lekker voor je. Loser. Lekker voor je. Dat is trouwens, ik ben ook dood. Dus ik weet niet voor wie het beter is, maar... Oké, laten we zo snel mogelijk nu blokken pakken en die kant op gaan. We gaan hem gewoon pakken. Ik geloof erin. Let op, hè. Hier. Blokken. Zo, we hebben blokken. En dan gaan we snel zo... Oh, wat doe ik nou? Snel. Ja, ik heb je. Oh, jongens, ik heb hem. Oké, nu moeten we snel zijn. Snel. Sneller dan het licht zijn natuurlijk. Oké. Wat is er? Groen is dood. Groen is al dood. Nee, iemand anders heeft groen gepakt. Meen je dat nou? Oh, maar wacht. Hij leeft nog wel. Kunnen we dan niet gewoon even goed proberen te pakken? Hallo? Oh, mijn god. Oh, maar ik ben ook gewoon niet zo goed. Daar komt het gewoon op neer. Ik ben gewoon niet zo goed. Laten we mijn bed maar heel even een beetje inbouwen. Gewoon op zijn minst nog een beetje. Waar ga jij heen, Groen? Je gaat alsnog mijn bed proberen te pakken, ondanks dat je dood bent. Ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo heel tof, dit. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n groot fan van dit plan. Al ben ik heel eerlijk, weet je. Al ben ik heel eerlijk met je, Groen. Oh mijn god, het lukt hem ook nog. De vieze gore. Oh, ik heb hem wel. Oh, daar ben ik nog heel blij mee. Dat ik hem op zijn minst nog heb. Echt, met heel mijn hart en leven heb ik gevochten. Maar hem hebben we nog. Snel permanent armor. Ik ben te laat met klikken. En daardoor ga ik dit... Ik wil gewoon één potje winnen. Die makkes. Die heeft gewoon wel vaker potjes gewonnen op zijn kanaal. Ik heb gewoon research gedaan. Maar letterlijk de enige video die ik jullie aan het begin van deze video liet zien. Is de enige video waarin hij ooit heeft verloren. Hoe krijg...
Waarom kan ik nou niet winnen? Hoe kan het nou dat ik gewoon niet win? Oké, laten we het nog maar een keer in de kerstmap proberen. Misschien dat het dan wel werkt. We zijn nu team rood, dat is de kleur van Makkers. Misschien dat we dan winnen. Laten we even naar Diamond Island gaan. Daar vinden wij 3 diamonds. En dan zien we dat paars of grijs die kant op aan het gaan is. Dus wat nou? Oh, hij heeft ook door dat ik er ben. Hallo! Geen zorgen hoor, ik kom niet jou... Nee, maar ik kom ook jouw kant niet op. Oh nee, en blauw misschien mijn kant op? Nee, dat valt nog wel mee. Grijs, ik dacht dat wij een afspraak hadden dat ik zeg maar niet jouw kant op... Oh, dat is niet zo heel handig wat je daar zojuist deed. Dat heeft hij helemaal zelf gedaan. Dus ik ga ook gewoon volgens zijn kant op. Om iets hoger te bouwen zoals dit. Kijk, dan kunnen wij zo dit proberen. Oh, dan moet ik hem killen. Gaat dat lukken? Gaat dit lukken? Oh ja, dit ging zeker... Jezus, wat was ik sterk ineens. Killen we die guy. Shiften we hier buiten. Let op, zo. Denkt hij dat ik weg ben? Oh, heeft hij... Hoe had jij door dat ik niet echt weg was? Wat... Waarom zijn mensen zo goed? Ik snap het niet. Maakt niet uit. We zijn veilig op ons eilandje. Grijs komt er hopelijk nog even niet aan. Die laat ons misschien nog even met rust. Toch, Grijs? Dat hadden we als deal, toch? Laten we even wat glas eromheen. Want ik ga telkens dood omdat mensen heel vervelend, zeg maar, bommen erop gooien. Zo. En dat glas kan blijkbaar niet ontploffen door bommen. Ik heb er nu echt een bende van gemaakt. Hey, blauw! Wat gezellig! Wat leuk dat je even hierheen komt. Weet je, ik ga jou ook op... Nee, weet je, ik wacht nog wel heel even. Ik heb namelijk helemaal nog niks. Kijk, nu heb ik wel iets. Zo. Ik zag dat jij mijn... Ja, jij kan mijn kant op. Ik zag het al. Enorm... Wat doen we? Oh, 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 Jotem. Wat een raar woord, Jotem. Maar toch zeggen we het. Ja, wat? Nee, ik word van twee kanten... Stop. Stop, hou op. Ik vind het echt enorm niet leuk. Laat me heel even met rust, jongens. Laat me gewoon heel eventjes met rust. Gun me even wat moment. Weet je, wat momenten gewoon. Heel fijn vinden. Ik weet zeker dat Grijs daar zit te shiften ergens. 100%. Hey, Grijs is dood. Oh, oké. Dan hebben we heel even rust. Ga jij heel even dood? Oké, even als afspraak. Tuurlijk overleef je het voor some reason. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Want we kunnen jouw kant op. Kijk, dan gaan we jouw kant op. Ik vind het prima. Zo. Hoppakee. Hey, gezelligheid. Gezellig. Jezus, blauw. Jezus, blauw. Waarom? Ik snap het nog steeds niet. Ze zijn zo goed om PvP. Hey, groen is daar. Nice. Lekker groen. Sloop ze bed maar. Juist. Oké, blauw is dood door groen. Oké, maar dat betekent dat hij wel wat kon. Want zeg maar, blauw was beter dan ik. En groen is beter dan blauw. Dus als je dan alle puzzelstukjes bij elkaar legt, betekent het dat blauw absoluut... Oh mijn god, het is tussen hij en ik. Het is tussen hij en ik. That's it. Dan is het klaar. Hier, het is tussen jij en ik. Het is tussen jij en ik. Wie gaat dit winnen? Ik heb helemaal niks. Ik heb niks om te... Oh! Oké, dat scheelde niks. Dat scheelde niks. Dus gaan we door. Nu is het een inhaalactie, jongens. Dit is het moment. Ik heb de slechtste loot. Ik heb de slechtste spullen. Ik heb niks. Ik heb niet eens een pickaxe. Ik heb niet eens een axe. Die hebben we zeker wel nodig. Zo. 2, 3, 4. Oh, wat doe ik allemaal? Nee, 4. Dan gaan we zo snel mogelijk door. Ik heb blokken nodig. Die hebben we ook. Oh, hij is al hier. Hij is al hier. Jezus, jemig. Jesus Christ, wat kan jij snel slaan? Ik snap dat niet. Ze zijn zo goed in slaan. Ik heb net allemaal spulletjes gehaald. We hebben mijn houten zwaardje waarmee we het moeten doen. Oh, ik heb wel echt even meer nodig dan dit. Ik heb zeker even meer nodig dan dit. Blokken, op zijn minst, zo. En een beter zwaardje, zo. Hoppakee. Nee. Oh, nu ben ik de klos. Jezus, ouwe. Jezus. We zijn klaar. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, jongens. Auf Wiedersnitzels. Auf Wieder lekkere snitzeltjes. Jongens, ik heb oprecht gewoon verloren. Hier, verloren. Sebastiaan. Verloren. Ik kan er gewoon meer niet van maken, weet je. Dus ga nu allemaal naar deze guy's kanaal, Makkers. En hij heeft gewonnen. Abonneer maar op zijn kanaal. Hij heeft niet de strijd gewonnen. Ik heb natuurlijk, dit is zijn aantal abonnees. En dit is mijn aantal abonnees. Dus in dat opzicht heeft hij ook nog niet echt gewonnen. Maar hij heeft wel de Bed Wars Battle gewonnen. En Dick ook, want ik heb gewoon alles verloren. Dus ja, je mag wel de video liken. Ben je nog steeds bij deze video, reageer dan even. Max, het komt allemaal wel goed. We geloven in je. Reageer dat maar als je nu nog steeds de video kijkt. En dan nu, oeps, kijk lekker deze video. Dit is namelijk een hele random video. Ik weet niet welke video ik nu aan jullie laat zien, maar kijk hem gewoon even. Het is een leuke video, die kan je ook liken. En het gebeuren allemaal rare geluidjes. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Spreek je later, glaasje water. Tot de 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!